Voilà, dan geef ik het woord aan jou, Veronique. Ja, dankjewel, Caroline. Welkom allemaal op dit derde webinar van onze vierdelige reeks. Ik geef jullie, zoals Caroline net meegaf, even mee dat we dus het webinar zullen opnemen, zodat jullie, indien jullie wensen, die kunnen herbeluisteren, ook voor zij die last minute niet of slechts deels konden deelnemen. We zijn nog januari, dus staan we toe om jullie nog allemaal een heel fijn 2021 toe te wensen, met ditmaal alleen maar, of toch zeker grotendeels, positieve challenges en mooie opportuniteiten. Mijn naam is Veronique Elskens, ben reeds 15 jaar werkzaam bij Robert Half. Ik heb het genoegen gehad in meerdere regio's en met verschillende professionals uit vele sectoren te mogen werken. De topics van personal branding en networking zijn in mijn ogen steeds heel essentiële elementen geweest in het ontwikkelen van carrières van professionals. En ik ben dus vandaag enorm vereerd om met Caroline Bastiaans jullie host te zijn samen met een team van 4 absoluut boeiende expert paneleden. In de voorbije 2 webinars hebben mijn collega's en hun panel het gehad over inzicht in je carrière-doelstellingen, maar ook over upskilling en reskilling in een veranderende economische realiteit. Of je nu al dan niet actief op zoek bent naar een volgende uitdaging, het is nooit te laat om je professional en personal brand te ontwikkelen en je netwerk uit te breiden. Hoe je dit idealiter doet, is voor velen een big question mark. Anderzijds is het ook geen rocket science. Iets waar we jullie graag vandaag van overtuigen. En ik niet alleen. Ik ga dat doen samen met onze 4 professionals die elk een eigen expertise hebben in de materie. Ik geef hen allen graag ook eventjes het woord om zichzelf voor te stellen en in te zoomen op hun specifieke expertise. En we beginnen met Phoebe Dont. Phoebe, zou je ons even kunnen vertellen wie je bent en wat maakt dat je vandaag ook graag jouw expertise met ons deelt? Goedemiddag, ik ben inderdaad Phoebe Dont. Ik help ondernemers eigenlijk om zichzelf te gaan profileren, online en offline, op een zeer authentieke manier, echt vanuit zichzelf. Dat begint altijd met een denkoefening. Wie ben ik? Waar wil ik naartoe? En vervolgens ook de praktische uitvoering eigenlijk daarvan. Ik neem aan het webinar deel omdat ik het eigenlijk super belangrijk vind om te sensibiliseren over personal branding. Er wordt nog veel te weinig mee gedaan. Biedt enorm veel opportuniteiten en daarom ben ik ook heel dankbaar voor de uitnodiging. Welkom Phoebe, we kijken uit naar jouw vele inzichten hierover. Erindis, ook van harte welkom. Dankjewel Veronique. Hallo allemaal. Ik ben heel blij hier te zijn. Ik ben Erindis Ates, LinkedIn trainer, LinkedIn ambassadeur. En ik help ondernemers en professionals groeien door een sterke brand op LinkedIn. Zoals jullie weten is LinkedIn soms een kluwe voor branding, voor te netwerken, maar ook content te delen om zo eigenlijk jezelf als brand in de markt te zetten. En daar help ik ze mee. Dus het liefste wat ik doe is mensen inspireren en motiveren om daarmee aan de slag te gaan. Super, Erindis. LinkedIn is inderdaad een van de meest gegeerde en gerichte kanalen voor professionele doeleinden. Dus bedankt om hier vandaag aanwezig te zijn. Eline Lostri van Nexworks, welkom. Vertel eens, wie ben je? Wat maakt dat je vandaag ook graag jouw ervaringen deelt in dit webinar? Hey, hallo Veronique, hallo iedereen. Ik ben dus inderdaad Eline Lostri. Ik werk bij Nexworks, een supertof bedrijf dat bezig is met innovatie. Ik ben misschien de vreemde eend in de bijt in die zin dat ik mezelf zeker geen expert zou durven noemen. Maar the network always wins is wel een van de principes van Nexworks, het bedrijf waar ik actief ben. Dus netwerken is wel iets wat mij na aan het hart ligt. Vandaar. Heel duidelijk aan de bijkant. Met plezier. Rest me nog mijn directe collega Matthias Noé te introduceren. Matthias, wie ben je? Waarom zit je heel graag ook mee in dit panel? Goedemiddag Veronique, goedemiddag iedereen. Ik ben heel blij om hier vandaag ook te mogen bij zijn. Ik stel me graag ook heel kort even voor. Ik ben Matthias Noé, Division Manager voor Accountums West-Vlaanderen. En al meer dan 5 jaar lang haal ik eigenlijk enorm veel energie uit het samenwerken met mensen. Samen met mijn team ben ik eigenlijk dagelijks bezig met het begeleiden van finance professionals in de zoektocht eigenlijk naar een nieuwe uitdaging. En om zowel voor kandidaat als voor bedrijf eigenlijk de juiste fit te vinden, is de kracht van een netwerk eigenlijk zeer belangrijk. Dus uit deze ervaringen hoop ik op vandaag mijn bijdrage te kunnen geven. Blij dat je erbij bent, Matthias. Caroline, jou heet ik opnieuw van harte welkom als co-host, dit voor de 3e keer op rij. Kan je kort misschien nog eventjes jezelf voorstellen en misschien ook de praktische kant van het webinar meegeven?
Jazeker, dankjewel Veronique. Ik ben Caroline Bastiaans. Ik ben zelf Learning and Development Manager bij Robert Half. Mijn rol vandaag is eerder achter de schermen. Ik zal inderdaad jullie producer zijn om zowel het panel als de deelnemers vandaag te ontlasten van alle technische zaken. Dus ik hoop dat het allemaal ook vlot verloopt. Hè. We zitten toch in die nieuwe virtuele realiteit. Nu, hoe we vandaag graag ook interactie opbouwen met ons publiek, naast jullie inspirerende quotes en dergelijke, is, we lanceren een aantal live polls. Ja, dus het is aan het publiek dan de kans om op die live polls een antwoord te bieden. En op die manier krijgen wij als panel een soort van temperatuur van het publiek over de topics die dat we gaan sharen met hen. Dus ik nodig jullie heel graag uit om die polls ook te beantwoorden. En ten tweede nodig ik jullie ook uit om, als er bijkomende vragen zijn rond de content, deze vragen te delen in de Q&A-chatbox onderaan. Ja, dus onderaan jullie Zoom-beeld zien jullie een Q&A-veld staan. En daar mogen jullie tijdens het ganse webinar, wacht zeker niet tot op het einde om uw vraag te stellen, maar deze vragen lanceren. En ik zal dan ook deze vragen verzamelen. En tijdens het Q&A-kwartiertje op tijd van de sessie zullen de experten daar ook heel graag een antwoord op bieden. Moesten we te veel vragen krijgen, en de vorige twee webinars hebben dit wel getoond, dan gaan we ook zeker jullie vragen nog eventjes privé beantwoorden als we dit niet kunnen doen tijdens het webinar zelf. Oké, heel erg bedankt Caroline voor de toelichting. Dan gaan we heel graag van start. In eerste instantie met personal branding. Werken aan je personal brand is cruciaal om je te kunnen onderscheiden en profileren als een echte professional. Maar personal branding is geen gebakken lucht. Het gaat erom dat je als professional echt gedreven met je ontwikkeling bezig bent. Jouw personal brand komt tot uiting in de ambities die je hebt, wat en hoe je communiceert en vooral de manier waarop je, op een onderscheidende manier dan, je werk doet. Alvast één heel belangrijke takeaway is de volgende. De perceptie van de mensen om je heen bepaalt welk personal brand je echt bent. En uiteraard, zoals Caroline al eventjes lanceerde, wilde we vandaag graag weten welk gevoel er bij ons publiek gaat als jullie nadenken over jullie personal brand. Dat gaan we dus inderdaad te weten komen door middel van onze eerste poll. Misschien nog eventjes meegeven dat jullie antwoorden ook volledig anoniem gaan zijn. We gaan enkel de cijfergegevens meegeven. En we zijn ons ook bewust dat misschien bepaalde mensen ook verschillende opties zouden willen aanduiden. Maar we zullen jullie vragen een keuze ook te maken naar het antwoord dat momenteel het meest doorslaggevend voor jullie is. Eerste vraag. Hoe beoordeel je je eigen personal brand? En we hebben hierbij eigenlijk verschillende gradaties. Hè. Ik kan kiezen tussen excellent tot gemiddeld tot laag. Of ik heb geen personal brand. Of kortom, en dat is ook een realiteit. Ik weet niet wat een personal brand is. En in tweede instantie wilden we jullie bevragen naar hoe belangrijk je het zelf vindt om je personal brand voor je verdere carrièreontwikkeling ook te moeten optimaliseren. Vind je dit heel belangrijk, belangrijk, van beperkt belang of eerder onbelangrijk? Nu gaan we het eventjes tijd geven. Mm-hmm. 80% van ons publiek heeft reeds gestemd. Mm-hmm. Dus we gaan nog een half minuutje geven. En dan gaan we even samen de resultaten. Ja, we gaan samen aftoetsen. Dus in welke mate jullie al dan niet fervent bezig zijn met personal branding. En in welke mate jullie hierbij ook een belang zien. Voilà, ik ga de poll terug afsluiten. Heel benieuwd. De resultaten komen er nu aan. Mm-hmm. Oké. Okay. Het merendeel van het publiek heeft inderdaad aangegeven van een gemiddeld belang, of dat ze met een gemiddeld bezig is met een eigen personal branding, gevolgd door relatief laag. Ik denk eigenlijk dat we misschien ook hiermee het doel van ons webinar hebben verwettigd. En als we eventjes kijken naar het belang zelf, even jullie toch wel, de meerderheid, bijna 60% geeft aan dat personal branding toch echt wel een essentieel en belangrijke factor speelt in uw eigen carrièreontwikkeling. Een uitgelezen moment om eens aan onze panelleden de volgende vraag te stellen. Wat betekent personal branding en wat is nu precies het belang om aan personal branding te doen? Phoebe, misschien als ras-echte personal branding specialist, zou je hier even jouw opinie over kunnen meegeven.
Met veel plezier. Het doet mij ook plezier om te zien dat heel veel mensen beseffen dat het belangrijk is. Een personal brand is eigenlijk alles wat iets zegt over jou als persoon. Dus dat is veel ruimer dan uw job, dan uw professionele situatie, maar ook uw persoonlijke waarden, hoe dat je in het leven staat, welke mindset dat je verwacht bij jouw werkgever of jouw klanten, jouw collega's. Ook uw kledingstijl, hoe dat je gedraagt, vooral ook hoe dat je omgaat met anderen. Dat zijn allemaal zaken die heel veel over jou zeggen en die eigenlijk behoren tot jouw personal brand. Dus het is zeer ruim, het is ook zeer persoonlijk. Iedereen heeft een personal brand. Iedereen heeft immers een persoonlijkheid. Iedereen heeft ook een imago. Alleen, niet iedereen doet er iets bewust mee. En het is pas als je er bewust mee bezig bent, dat je echt begint zelf na te denken van oké, wie ben ik eigenlijk? Wat vind ik belangrijk? Waar sta ik voor? Hoe wil ik gezien worden? Hoe word ik nu gezien? Wat is dat verschil? Hoe kan ik dat overbruggen? Al die zaken, dat betekent eigenlijk dat je, of daarmee kan je eigenlijk zelf richting gaan geven aan het beeld dat andere mensen van je hebben, aan uw personal brand. En ik denk dat dat een enorme kans is die je moet grijpen, zeker als professional, om daar eigenlijk een keer heel goed over na te denken en dat, daar zelf wat richting aan te geven. Mm-hmm. Absoluut, Phoebe. Ik denk dat je daar 100% gelijk in hebt. Want personal branding is inderdaad het nadenken over jezelf en het ontplooien van een merk dat weergeeft eigenlijk wie dat je bent en waarvoor dat je staat. Ik denk dat iedereen onthouden wilt worden. Dit persoonlijk merk moet je eigenlijk ook wel zelf gaan promoten. Ik maak misschien nu een keer een klein sprongetje naar mijn wereld, de recruteringswereld. Ik denk iedereen weet uiteraard wel wat een cv is. Maar naast jouw cv maakt eigenlijk jouw eigen personal brand wel het verschil. Of een potentiële werkgever echt wel interesse kan hebben in jou, of juist niet. En ik vat misschien even kort samen voor iedereen. Personal brand bestaat eigenlijk uit twee heel grote componenten. Aan de ene kant heb je eigenlijk je wat en de tweede component is eigenlijk je wie. Nu, je wat is eigenlijk hetgeen wat je aan tafel kunt brengen. Dat is jouw opleiding, je basiskennis, je ervaring, expertise, je kwalificaties, eventueel je onderscheidingen. Dat staat allemaal op jouw cv. Dat zijn eigenlijk de facts en de figures. Het eerste component is eigenlijk ook wel zeer belangrijk. Nu, het tweede component is eigenlijk, als we weten wat er op tafel komt, is eigenlijk moeten we gaan kijken van oké, wie brengt dit nu? Wie of wat zijn je waarden? Wat motiveert u? Hoe is je persoonlijkheid? Of op welke manier ga je eigenlijk gaan kijken naar bepaalde zaken? En het zijn eigenlijk beide componenten die een bepaalde tandem gaan vormen en die eigenlijk het uiteindelijke beeld gaan geven van je persoonlijk merk. Het is voor jou persoonlijk echt wel een unieke combinatie die eigenlijk al jouw troeven in kaart gaat brengen en er eigenlijk voor gaat zorgen of dat je net de perfecte fit bent voor de job en of het bedrijf. Want bottom line, mensen kopen jouw persoonlijk merk, dus beide componenten samen. People by people, zoals ze soms wel zeggen. En daarom is het toch echt wel belangrijk dat je weet van jezelf wat dat die zijn op vandaag. Ja, als ik daar nog even ook op mag inpikken. Wat Matthias zegt, zeker, klopt 100%. Alleen, heel vaak zien mensen pas het belang in van personal branding als ze de noodzaak voelen. Je gaat gaan netwerken en je vindt het moeilijk om jezelf voor te stellen. Of je trekt de verkeerde projecten aan, of hebt het gevoel van dat beeld dat mensen van mij hebben, dat is eigenlijk niet wat ik wil. Om heel kort mijn eigen verhaal te schetsen, dat is bij mij ook zo begonnen. Een jaar of 5 geleden ben ik afgestudeerd, begonnen als vertaler, uiteindelijk copywriter geworden. Onmiddellijk veel gaan netwerken, heel betrokken bij het kantoor, waar ik trouwens nog steeds ook deeltijds werk. En ik had dan op een bepaald moment een platform opgericht over ondernemers.be. Dat was mijn eigen ding, maar voor mensen was dat totaal niet duidelijk dat dat iets van mij was. Ze wisten ook niet zeker of ik nu medezaakvoerder was van het kantoor waar ik werkte. Het was echt voor niemand duidelijk en iedereen vroeg mij constant, maar wat is je doel? Wie ben jij en waar wil jij naartoe? Dat heeft er mij eigenlijk toe aangezet om daar ook over te beginnen nadenken. Toen pas voelde ik de noodzaak om al die dingen op een rijtje te krijgen voor mijzelf. Heel veel gelezen ook over personal branding, zelf die denkoefening gedaan. En het resultaat is eigenlijk een personal branding kompas, als dat eventjes kunt tonen, Caroline.
dat ik heb ontwikkeld, dat zijn voor mij eigenlijk de vier bouwstenen van een personal brand. Dus expertise, stijl, overtuigingen en ambities. En al die supplementen, die zaken die eronder ziet staan, dat zijn eigenlijk allemaal dingen die je voor jezelf een keer zou moeten duidelijk krijgen. Gewoon een keer onder woorden brengen. Wat is de indruk die ik wil nalaten? Wat zijn mijn persoonlijke waarden? Wat is mijn eigen mindset? Welke mindset wil ik zien bij mijn werkgever, mijn collega's, mijn vrienden? Want personal brand is veel ruimer dan enkel uw job. En een keer dat je dat helder hebt, dan kun je ook de uitvoering gaan sturen. Hè. Alles wat je zegt, hoe dat je communiceert, waar dat je aanwezig bent, kun je dan eigenlijk aftoetsen aan dat kompas. All right. Heel erg bedankt beiden voor deze heel interessante eerste insteek, wat eigenlijk ook het publiek een beetje toelaat om op zich op dit moment al een eerste concreet beeld te vormen van wat personal branding is. Nu we dat ook een beetje meer voelen en het belang ook begrijpen, hoe gaan we hier nu mee van start? Hoe creëer je effectief je eigen personal brand? Misschien Eline, enige inzichten van jouw kant? Ja, met plezier. In die zin dat ik mij kan voorstellen dat de creatie van een personal brand, dat voor mensen ook wel kan afschrikken. In de zin van, ja, maar hoe begin je daar nu aan? En om heel eerlijk te zijn, ik ben daar zelf nooit actief mee bezig geweest. Ik volg helemaal in wat Phoebe zei, dat iets is wat belangrijk is. Maar dat is iets dat organisch gegroeid is bij mij. Ik ben nooit actief daarmee bezig geweest. Het heeft vooral te maken gehad met op een bepaald moment in je carrière begin je aan zelfreflectie te doen, ook wat jij zei. Dat is gewoon zo. De moment dat je begint na te denken over jezelf en over de rol die je hebt, in mijn geval dan in de carrière. Ik geef een voorbeeld. Het moment dat ik in innovatie stapte bij Nexworks, dan ga je ook anders gaan nadenken over hoe communiceer ik met anderen. En dat kan zich vertalen op LinkedIn of als je iets wil gaan delen. Zonder bewust daarmee bezig te zijn, dus echt na te denken van ik zit hier nu aan mijn personal brand te sleutelen, is dat wel iets wat ergens organisch bij mij dan wel gegroeid is, dat bewustzijn van ik moet toch gaan nadenken over hoe dat ik mezelf wil gaan positioneren. En dat kan dan op LinkedIn of ergens anders zijn. Maar dat is meer dan een reflectie van mij als persoon, of wat dat uw persoonlijkheid is, dan dat is omdat het moet om aan een personal brand te gaan werken. Dus voor mij is dat iets dat organisch is gegroeid en daar ben ik nooit eigenlijk actief mee bezig geweest, tenzij gaan nadenken over, hey, dat is nu mijn veranderende rol. Hoe wil ik nu de anderen mij zien? Dat absoluut wel. Ik ben heel blij dat je dat ook zo zegt, Eline, want inderdaad, je creëert dat niet. Iedereen heeft een personal brand. Zowel ondernemers als werknemers, als werkzoekenden of kandidaten, iedereen heeft dat. Maar je kunt er dus zelf richting aan geven. Het is pas als je die noodzaak voelt dat je er eigenlijk aan kunt beginnen, of dat je er waarschijnlijk aan zal beginnen. En alles begint met die zelfreflectie inderdaad. Hè. Ga nadenken over wie dat je bent, hoe dat je wil overkomen, welk gedrag, welke kledingstijl past daarbij, maar past vooral ook bij jou. Hè. Alles moet ook goed voelen, moet authentiek zijn, anders gaat het sowieso niet werken. Er zijn eigenlijk voor mij twee grote voordelen aan beginnen met personal branding, als ik dat nog even mag toevoegen. Het maakt het enerzijds voor jezelf veel gemakkelijker om bepaalde keuzes te maken. Je hebt een kern, je hebt een kompas, je hebt die essentie en die gaat niet van de ene dag op de andere dag drastisch veranderen. Dat is wie dat je bent. Dus je hebt die zekerheid, je hebt die basis om je communicatie online en offline aan af te toetsen. Ga ik die samenwerking wel aangaan? Wil ik daar wel echt gaan werken? Past dat dan wel bij wie ik ben, hoe dat ik wil overkomen? En het tweede voordeel is dat je het gewoon ook voor anderen in je omgeving veel gemakkelijker maakt om te begrijpen waarvoor dat ze eigenlijk bij jou moeten zijn. Waarom dat ze eigenlijk met jou zouden moeten werken. Je kunt dat zelf in handen nemen, dus grijp die kans, denk daar een keer over na en stem je communicatie daar ook op af. Het is zo gemakkelijk en het voelt zo natuurlijk, het gaat u ook stimuleren om daar dan in verder te gaan. Mm-hmm. Erindi, is misschien vanuit jouw ervaring? Ja, een heel korte aanvulling. Als we gaan kijken, in principe, uw personal brand is enerzijds offline, hoe mensen u offline ervaren en ook online natuurlijk. Daar komen we samen op terug, hè, op het social media gedeelte. Hoe je het draait of keert, je zit een merk, mensen zoeken jou online op. Hè? Maar voordat je eigenlijk die online stappen gaat zetten, wat we straks gaan doen, wat ik geleerd heb uit eigen ervaring, is het inderdaad heel belangrijk om bij jezelf stil te staan en te kijken naar je eigen USP's en je ESP's. En de USP's zijn de unique selling propositions, zoals Matthias toen juist zei, eigenlijk wat heb je? En wat diploma's heb je, wat kun je? Maar tegenwoordig
Mensen kopen van mensen, mensen vertrouwen mensen en ze voelen vooral de connectie op basis van die ESP's, die emotional selling propositions. Wat zijn uw waarden? Waar staat je voor? En een kritische kijk ten opzichte van uzelf is dat heel belangrijk. En wat ik ook geleerd heb, is gewoon, je moet niet u anders voordoen dan dat je eigenlijk bent. Hè? Dus dat is een hele belangrijke. Personal branding wil niet zeggen knutselen aan een ideaal beeld van uzelf. Het is ook wel heel kritisch zijn ten opzichte van wie je bent en wat je wilt en wat je niet wilt. En zo gaat je zien dat je de juiste mensen gaat aantrekken en dat je de foute mensen gaat wegduwen. En als je dit ook online doortrekt, consistent offline en online, ja, dan spreken we echt van een personal brand dat je natuurlijk opbouwt doorheen maanden, jaren. Hè. Dus een personal brand opbouwen of creëren is niet iets van oké, ik start vandaag en volgende week kan ik het afchecken. Personal branding is continu en tot op vandaag. Ik ben nu zelf 34 jaar, merk ik dat mijn waarden en mijn values vandaag toch een beetje anders zijn en mijn accenten toch anders liggen als bijvoorbeeld zoveel jaar geleden. Dus ik wil er nog even toevoegen. Alright, interesting. Dankjewel allemaal. Dus zoals ik het interpreteer, is eigenlijk een personal brand niet een vaststaand statisch iets, maar ontwikkelt zich dus in de loop der tijd. Hè? En dit eigenlijk op basis van voorgaande inzichten die je hebt verkregen over jezelf. Waar sta je precies voor? Waar wil je naartoe? Als ook waar wil je later voor herinnerd worden, bijvoorbeeld. Effectief, dus bij personal branding wordt de rol van de nieuwe media ook groter en groter. Hebben we de laatste jaren al mogen zien. Maar zeker ook sinds de pandemie is toegeslagen, merken we dat we allemaal veel virtueler dienen te communiceren en te converseren, waar natuurlijk social media dan natuurlijk de geknipte kanalen voor zijn. U bent effectief uw digitale identiteit. En dit brengt ons naar het tweede pol, waar we graag even bij ons publiek luisteren, naar het gebruik exact van social media. Opnieuw twee vragen. Hoe vaak maak je gebruik van social media om je personal branding te vervolledigen? Zeg je wel totaal niet. Of ik gebruik die wel, maar niet voor personal branding redenen. Of ik ben sowieso een goede gebruiker van social media en pas het sowieso ook toe om mijn personal brand te pimpen. En de tweede vraag gaat over welke social media platformen gebruik je. Onder deze vraag zien jullie een heel uitgebreide keuzemenu. Het is jullie wel toegelaten om op die vraag ook meerdere keuzes aan te geven, maar beperken jullie misschien dan tot een drietal. Het publiek is volop aan het stemmen, Veronique. We geven het nog eventjes. Mm-hmm. Voilà, ik denk dat de overgrote meerderheid heeft zijn stem uitgebracht. Dus ik ga nu de poll beëindigen. Dit zijn de resultaten. All right. Dus een beetje zoals verwacht. Opnieuw, bijna 60% geeft aan ik gebruik van social media. Hey, dat is ook niet onverwacht, maar misschien niet zozeer voor personal branding. Hey. En als we dan eventjes kijken naar de meest gebruikte social media kanalen, ook absoluut niet onverwacht. Hey, zit daar met kop en schouders onze LinkedIn hierboven. Dus gevolgd door effectief Facebook, Instagram en zoveel meer. Laten we hier misschien verder op ingaan. Sowieso, jezelf als een aantrekkelijk merk neerzetten op internet vreet tijd. Dat weet iedereen. Internetcommunity, blogs, social media, die winnen ook aan populariteit. Waardoor dat we kunnen stellen dat niet meedoen bijna een handicap geworden is. Dus neem dus zelf de regie in handen. Maar hoe doe je dit precies? Laten we hier misschien ook eventjes onze panelleden naar bevragen. En Erindis, natuurlijk als onze social media specialist, graag geef ik jou misschien eventjes het woord. Hoe kan je je personal brand nog een extra boost geven via social media? Wel, zoals jullie weten, heb je offline verschillende touchpoints met mensen. Hè. Je komt op het werk, je leert mensen kennen, op netwerkevents, wat tegenwoordig niet meer zo goed gaat natuurlijk. Maar online heb je ook heel veel touchpoints met mensen. En er zijn heel veel verschillende kanalen. En voor u is het eigenlijk heel belangrijk om te gaan kijken, oké, op welk kanaal zitten de mensen bij wie ik gezien wil worden? En ik ben blij dat ik LinkedIn bijna 100% zag, omdat natuurlijk vandaag, 2021, is LinkedIn nog steeds, het was al populair, maar het blijft eigenlijk groeien. Wereldwijd hebben we 700 miljoen gebruikers.
In België alleen al zitten we tegen 3,2 miljoen LinkedIn-users. 3,2 miljoen mensen die op LinkedIn zitten. En het allerbelangrijkste wat je moet doen natuurlijk, is je identiteit opbouwen op die social media-kanalen. Dat is eigenlijk je basis, dat is je fundament. Hè? Als jij straks op vandaag een LinkedIn-profiel hebt, hè, en je hebt zoiets van, ja, ik maak er toch niet echt optimaal gebruik van. Misschien met de tips die ik je zo meteen ga geven, kunt u even uw profiel optimaliseren enerzijds en anderzijds ook uw brand, uw personal brand, social proof maken. Ik ga u zelf eens uitleggen wat dat is. Eerst en vooral deze slide, het LinkedIn-model. Denk maar aan Milk Inc. van Reggie en onthoud je dat. Voilà. Het LinkedIn-model staat voor Identity, Networking en Content. En dat is eigenlijk een stappenplan van een brand uitbouwen op bijvoorbeeld LinkedIn. Laten we even inzoomen op LinkedIn. Ik zeg niet dat LinkedIn heilig is, maar weet wel, de professionals, de bedrijven bij wie je wilt opvallen, zitten waarschijnlijk op LinkedIn. En zet u in hun schoenen, zij gaan u opzoeken ook op LinkedIn. Wie ben jij? Wat doe jij? Wat like jij? Wat post jij? Alles zoeken ze op, geloof mij. Mensen snuffelen. Net zoals jij snuffelt, snuffelt de andere kant ook. En daarom is het heel belangrijk om stap 1 goed na te denken, is mijn profiel vandaag geoptimaliseerd? En ik merk bij mijn eigen klanten en de mensen die ik begeleid, dat zijn freelancers tot werknemers, tot werkzoekenden, tot de big firms, of C-level people, executives. Ik merk toch dat bij die identity er altijd nog wel bottlenecks zijn. Dat is gewoon zo. Mensen denken soms van, ik heb toch alles ingevuld erin. Dus mijn werkervaring staat erop. Ik heb ingevuld dat ik die diploma's heb. Is toch afgecheckt. Maar uw LinkedIn vandaag is niet meer uw cv online alleen. Het is echt een soort van website bijna, een portfolio. Mensen kunnen alles zien van u, uw activiteiten, alles, van A tot Z. Daarom vind ik het heel belangrijk, kijk eens naar uw eigen LinkedIn en zijt je zeker dat uw identiteit er staat, ja of nee? De tweede stap is natuurlijk een netwerk uitbouwen. Je hebt offline een netwerk, ja, hopelijk heb je online ook een netwerk en eigenlijk liefst groter online. Waarom? Online zit je niet gebonden aan plaats, aan taal, aan land. Nee, op LinkedIn bijvoorbeeld kun je dus mensen toevoegen die voor jou nuttig kunnen zijn, voor wie jij nuttig kan zijn. Nog belangrijker, de tweede graads connecties. Dat zijn de connecties van die connecties. Stel u eens voor, je voegt iemand toe en die kan u introduceren, inleiden of tips en tricks geven om ergens binnen een bepaald bedrijf de juiste persoon aan te spreken. En dat is eigenlijk iets fantastisch wat LinkedIn is, want je zit dus plaats onafhankelijk aan het werken. En dan stap 3 in mijn LinkedIn-model is, ja, je hebt bijvoorbeeld 500 connecties op LinkedIn. Ja, wat is de volgende stap? Natuurlijk content delen. Hè? Als je zelf nooit het podium claimt op LinkedIn, als je zelf nooit zegt van, wacht eens even, ik heb iets te zeggen, ik heb een mening, ik heb een bepaalde expertise, ook al is dat maar nog beginnend of niche, het maakt eigenlijk niet uit, maar deel je mening vanuit je eigen waarde. Wees geen copycat en begin te posten. Maar ik ga je nu al meteen geruststellen. In heel België, de afgelopen 30 dagen, hebben maar 6% van de Belgische LinkedIn-gebruikers iets gepost op LinkedIn. Dus dat wil zeggen, 94% van de LinkedIn-gebruiker heeft de afgelopen 30 dagen niks gepost. En heeft niks te maken met corona, heeft niks te maken met kerstmis, nieuwjaar. Standaard ligt dat cijfer in België op 5 à 6,5% dat mensen iets posten. Dus je moet eens denken, vanaf het moment dat je 1 keer per maand iets post, hoort je eigenlijk bij die VIP-club, claimt je het podium en zorg je ervoor dat er van alles gebeurt. Mensen zien je passeren op de feed, die bezoeken je profiel. Je profiel is geoptimaliseerd, je geeft een goede eerste indruk. En zo zijn we eigenlijk vertrokken. Hè? En een paar tips voor jullie om je identiteit toch eens te optimaliseren of te dubbelchecken, is bijvoorbeeld de volgende slide. Voilà, ça. Heel kort, even een paar praktische tips die ik jullie wil meegeven. Alsjeblieft, onthoud gewoon, iemand die jouw profiel bezoekt op LinkedIn, in x aantal seconden heeft hij een eerste indruk van jou. Hè? Dat is een first impression. En je wilt dat mensen zo lang mogelijk op jouw profiel blijven. Je wilt dat ze de rest lezen, want je hebt moeite gedaan om alles in te vullen. Daarom, zorg ervoor dat je een duidelijke banner hebt. Een banner dat meer zegt over jou, over jouw ideaal, over jouw sector. Hè? Zoals je hier ook ziet bij collega Matthias Noé. Een duidelijke profielfoto, alsjeblieft, pak gewoon een duidelijke foto waarbij je oogcontact maakt met je publiek, want oogcontact is zo belangrijk. Liefst een headshot. En dan natuurlijk in de headline, in de kopregel, waar nu Matthias heeft staan, de vision manager bij, in search of... Let me find the right fit for you. Is het voor jou ook heel belangrijk? Wat zet jij in jouw eigen headline?
niet zetten student, niet zetten uw manager of sales manager bij, niet zetten alleen werkzoekend, nee, niet zetten op zoek naar een nieuwe uitdaging, maar je zet daar heel duidelijk wat je echt wil. Op zoek naar een job in. Hè? Of je zit nu bezig, staat open voor een functie in. Op zoek naar een stageplaats in die periode, in die sector. En dat is eigenlijk zo'n beetje die kopregel. Dat kun je ook koppelen met een promise, dus een belofte geven. Zoals in mijn kopregel staat, ik help jou groeien door een sterke brand op LinkedIn. Dat is een promise. Dus jij kunt ook zo'n promise integreren in je kopregel. Dat is eigenlijk een tip dat ik wil geven. Dus de intro en de headline. Voilà. Volgende tip is de about. Ik sprak toen juist en Matthias ook en Phoebe ook. We hadden het over die waarden, de values. Hè, waar sta je voor? Ja, die moet je dus in de about-sectie zetten. Een about-sectie kan je toevoegen op LinkedIn. En daar kan je dus niet alleen zetten of niet alleen plaatsen naar wat je concreet op zoek bent, maar effectief ook, waar sta je voor? Wat zijn uw values? Wat is uw why? Zodat mensen een connectie kunnen maken, niet alleen met uw technische skills, met uw hard skills, maar ook een connectie kunnen maken met uw values. En zoals je hier een leuk voorbeeldje ziet, duidelijk staat daar, I'd like to pursue... At this moment, I'm... Dat is eigenlijk wat mensen willen lezen. Ook de recruiters en de bedrijven zelf. En ook leuk, heel snel, side note, weet dat je op LinkedIn ook projects kunt toevoegen. Ik had het u juist gezegd, we maken uw brand social proof, bewijsmateriaal toevoegen. We're gonna prove it, wat je allemaal gedaan hebt. En sta je als een student nu, je bent aan het luisteren als student, je hebt zoiets van, Erendis, veel heb ik nog niet gedaan, hè? Alleen op school. Ah ja, ideaal. Stages, kleine projecten die je gedaan hebt, kun je allemaal toevoegen op LinkedIn. En je kunt zelfs je teamleden toevoegen. Projecten vertellen meer over je jobinhoud. Als je daar zet, ik ben marketing manager bij geweest, of ik heb marketing gestudeerd, oké, goed. Maar concreet, wat heb je concreet gedaan? Wat is je niche? En dan kun je toevoegen bij je project. En dan, last but not least, de featured sectie, ook een sectie nieuw op LinkedIn sinds een half jaar, een jaar. Onder jouw introductie op LinkedIn, het eerste wat mensen zien, zijn die visuals die je zelf kunt toevoegen. Dus denk eens na, bij jezelf, wat moet mijn ideale bezoeker echt zien van mij? Dat kan een portfolio zijn, dat kan een website zijn, dat kan een artikel zijn dat je geschreven hebt, een blog. Alles wat je personal brand versterkt. En dan kan je featured sectie echt dienen als lead generator. Je lokt ze ook naar waar je ze wilt lokken. Allemaal dankzij die featured sectie. Hier heb je een voorbeeld van een student bijvoorbeeld, die, dat is mijn broerke trouwens, die logistiek studeert en die eigenlijk een prijs heeft gewonnen, een award heeft gewonnen en die dat ook in zijn featured heeft gezet. Zodat als de recruiter of het bedrijf, als hij gaat snuffelen, ziet van kijk, wauw, hij heeft toch dat en dat verwezenlijkt. Dus dat is eigenlijk de featured sectie, heel handig. Voilà. Dat is eigenlijk mijn insteek en een paar hands-on tips die hopelijk voor jullie nuttig zijn geweest. Ja. Een LinkedIn-profiel optimaliseren, zoals Erendis zei, heel belangrijk. Daarna ook content delen, zelf ook actief zijn op het platform. Maar dat kan natuurlijk enorm afschrikken. Als ik zeg van, ja, je kunt quotes delen, vertel anekdotes, toon een keer, of vertel waar dat je kennis zit, je ervaring. Deel maar proactief die verhalen dat mensen die zien voorbij komen. Als ik zeg dat ik zelf 2 keer per week iets post over personal branding, om te laten zien van, kijk, dit is waar dat ik mee bezig ben, zo pak ik het aan. Als je aan mij hulp vraagt voor jouw personal brand bijvoorbeeld, dat schrikt af. Hè. Ik werk ook met een content calendar. Ik steek daar veel tijd in. Maar weet dat dat zeker niet moet. En dat dat ook iets is dat moet groeien. Ik ben denk ik nu 5 jaar echt actief op LinkedIn. Mijn eerste job is ook via LinkedIn bij mij terechtgekomen. Dus dat was wel heel leuk om dan al de vruchten daarvan te plukken. Maar na die eerste job kwam ik dan terecht in het communicatiebureau. Begon ik als vertaler. Ik had geen ervaring, geen netwerk. Ik was super jong. Ik kwam net van school. Ik had ook zoiets van, wat moet ik gaan vertellen? Ik heb niks te vertellen. Dus ik zweeg, ik keek 2 jaar lang. Tot ik voelde van, oké, als copywriter begin ik toch wel al wat ervaring te hebben. Ik kan wat tips delen. Mensen beginnen mij ook wel te vinden als copywriter. Ik ga daar wat beginnen over delen. Waardoor dat ik eigenlijk een soort van imago... Ik was toen niet bewust bezig met personal branding. Maar ik bouwde echt een imago op als Phoebe de copywriter. En nog steeds merk ik dat mensen mij ook wel zo hebben onthouden. En op een bepaald moment, als dan mijn verhaal niet meer duidelijk was... Ik heb dat verteld in het begin. Dan ben ik daar echt over
actief over beginnen nadenken. En dan heb ik eigenlijk van de ene week op de andere week heel mijn communicatie omgebouwd. Heb ik gezegd van oké, ik focus mij nu op personal branding expertise, want ik wil dat mensen mij binnen een jaar zo zien. Wil ik maar zeggen, het is nooit te laat om ermee te beginnen, maar ook zeker niet te vroeg. Als je heel goed weet waar dat je naartoe wilt, als je weet hoe dat mensen je zouden moeten zien, dan is het belangrijk dat je daar zo snel mogelijk ook proactief mee aan de slag gaat. En dat begint met 1 post per maand. En dan zie je wel wat dat goed voelt voor je. Like ook dingen van mensen in dezelfde sector, van mensen die in jouw doelgroepen horen. Zodanig dat je ook op die manier met likes, met kleine reacties, ook wat meer zichtbaarheid krijgt naast die paar posts dat je zelf begint te doen. En je zult zien, dat gaat groeien. Je gaat steeds meer zelfvertrouwen daarin krijgen. En op de duur gaat dat eigenlijk vanzelf. Ja, als ik heel kort mag aanvullen, helemaal juist. En het is ook zo om jullie nog eens gerust te stellen. In het begin van uw LinkedIn-aanwezigheid, het podium claimen, kan eng klinken. Maar zoals Phoebe ook zegt, neem uw tijd. En als je zelf het gevoel hebt van het is niet het moment of ik weet het nog niet, zoals ze ook heeft gezegd, toon interactie naar anderen. En zeker ook interactie tonen naar die bedrijven, naar die mensen bij wie je wil opvallen. Hè? Zodat, en als je LinkedIn-profiel is geoptimaliseerd en je zit aan het groeien op online, dan gaan mensen ook makkelijker de connotatie leggen van, ah ja, dat is de die van, dat is de die van, ah ja, die en die kan dit en dit. En dat is eigenlijk het mooie van LinkedIn. Absoluut. Bedankt al voor de zeer interessante insteken, Erendis en ook Phoebe. Heel kort wil ik misschien nog uit mijn eigen ervaring nog 3 tips meegeven aan jullie allen. Eerst en vooral allee, kwaliteit boven kwantiteit. Ik denk dat iedereen dat al eventjes gehoord heeft in een bepaalde context. Maar dat geldt ook absoluut in dit domein. Hè. Denk na over wie dat je wilt bereiken en met wie dat je jouw personal brand eigenlijk wilt sharen. Hè. Probeer gericht te connecteren. En als je connectieverzoeken verstuurt, zorg er dan voor dat je ook altijd een persoonlijke boodschap aan toevoegt. Ik denk dat iedereen het ooit al wel even heeft meegemaakt van een connectieverzoek te krijgen waarbij dat er niets bij staat. Dat is vrij sick. Het is veel aangenamer als je al een eerste insteek krijgt en ziet waar die link een beetje ligt. Ten tweede, wees actief. En met actief bedoel ik niet dat je elke dag een unieke post de wereld moet insturen. Nee, het hoeft absoluut niet. Ik doe dit zelf ook niet. Wat ik wel bedoel, is dat je eigenlijk ook los van artikels sharen of posten, eigenlijk ook zelf bepaalde zaken kan liken. Je ziet iets van iemand, je denkt van oké, dat is interessant, je geeft er een commentaar op. Allee, dat is ook actief zijn. Hè. Een bepaald connectieverzoek versturen, hè, dan wel gepersonaliseerd naar iemand. Dat is ook actief bezig zijn. Zelf enkele LinkedIn-pagina's gaan bezoeken over zaken die je interesseren, dat is ook actief bezig zijn. Dus wat wel belangrijk, als je actief bezig bent, zorg dan wel dat het wat kadert in jouw personal brand en dat dat ook extra in de verf gezet wordt. En als laatste, ja, weet wat je doet en wees specifiek of toch zo specifiek mogelijk. Want het is heel belangrijk. Als je iets post op LinkedIn, ja, dat kan je niet nuanceren. Het staat er, het is zwart op wit. In de recruteringswereld, ik zie dat heel vaak, dat kandidaten iets sharen of iets posten en ze zeggen van oké, ik ben op zoek naar een nieuwe job. Ik ben boekhouder, ik ben op zoek naar een nieuwe job als boekhouder. En that's it. Nu, dat is niet specifiek. En je zal daar denk ik ook niet veel reactie op krijgen. Wat je dan eigenlijk beter, veel beter zou kunnen doen. Ik geef nu een voorbeeld. Is dat je zegt van kijk, ik zoek tegen eind maart 2021 een nieuwe job als financial controller in een productiebedrijf, in een multinationaal bedrijf, in de regio Gent of Brussel. Ik zeg nu maar iets. Maar dat is specifiek. En dat gaat ervoor zorgen dat ook de juiste mensen reactie geven bij jou. All right. Dankjewel allen voor de hele waardevolle tips. Uiteindelijk een heel belangrijke setting waar je ook je personal brand naar buiten kunt brengen, is netwerken. Hè? Netwerken aan zich is een heel groot, ruim begrip, maar ook eigenlijk heel subjectief in te kleuren. En daarvoor gaan we misschien eerst eventjes terug ons publiek bevragen. Ik heb alleen bedankt om eventjes de volgende poll te lanceren. Hoe bewust ben je effectief bezig met netwerken? Zeg je nooit, of toch wel af en toe is beperkt misschien, maar je doet het wel omdat je eigenlijk wel het belang begrijpt, maar het interesseert je minder of ik moet dan telkens mijn angst overwinnen. Of je zegt zeer actief. We hebben hier opnieuw 4 keuzes.
geef gerust aan wat voor u het meest van toepassing is. Ze zijn heel uiteenlopend, al denk ik dat jullie misschien wel onmiddellijk weten welke bij jullie hoort. Het woorden zijn voorlopig ook zeer uiteenlopend, Veronique. Dus spannend. Iets minder uitgesproken, ja. We geven het nog eventjes. Voilà, ik zal nu denk ik ongeveer de poll beëindigen. En hier komen de resultaten. Ja, het publiek heeft inderdaad een beetje gebalanceerd geantwoord. Ik verschiet er anderzijds ook niet van dat we nummer 2 en nummer 3 als de grootste brok hierin zien. Ik zou zeggen, het is... ergens beseffen we wel het belang. Erkennen en herkennen we wel het belang. Maar dat er misschien nog een aantal bottlenecks zijn die moeten geëlimineerd worden. Hè? Misschien tijd om onze paneleden hierover te bevragen. Eileen, jij werkt bij Nixworks. Klinkt verdacht goed op Networks. Vanuit uw dubbele rol uit enerzijds de recruteringswereld en anderzijds als ambassador vanuit Nixworks en absolute believer van de kracht van het netwerken. Wat is netwerken precies en vooral wat is het belang van netwerken? Ik denk wat je daarnet zei, Veronique, dat dat helemaal klopt. Hè. Dat is een superbreed begrip. Verschillende definities zijn mogelijk. Dus ik ga ook zelfs niet proberen om daar een definitie op te plakken. Maar ik denk wat dat heel belangrijk is in het netwerken, is uw intrinsieke motivatie om dat te gaan doen. Waarom wil je gaan netwerken? Dat is echt wat dat belangrijk is. En voor mij persoonlijk ligt dat vanuit mijn... oprechte interesse in andere mensen. En dat klinkt misschien vreemd, omdat iedereen denkt van ik moet gaan netwerken omdat ik over mezelf wil gaan vertellen, over ik zit in dit bedrijf en ik moet dat gaan doen om te vertellen wat we met ons bedrijf allemaal naartoe willen. Dat is voor mij niet de reden om te gaan netwerken. Ik vind het gewoon oprecht interessant om met mensen een babbel aan te gaan om te begrijpen waar dat zij mee bezig zijn. En dat is voor mij de start van netwerken. Stel dat je op een event bent, en in deze omstandigheden is dat misschien minder mogelijk, maar dan is het voor mij de bedoeling om oprecht te begrijpen, ah, wie ben jij, waar ben je mee bezig, waarom ben je hier? Dat is een heel toegankelijk iets. Ik heb op dat moment niet de intentie om te gaan uitleggen, ah, ik ben Eileen of ik ben van Nixworks. Of... Nee, maar door een oprechte conversatie met iemand aan te gaan en oprecht te begrijpen, hey, waar ben jij mee bezig, kan je haakjes vinden. En vroeg of laat in een conversatie gaat dat dan misschien over jou en over het bedrijf waar jij actief bent of de rol dat je opneemt of... En dan kan je op die manier een conversatie hebben. Dat is iets anders dan, ik moet nu gaan netwerken en gaan verkondigen of gaan vertellen wie dat ik ben. Dus voor mij die intrinsieke motivatie en het feit dat dat bij mij komt uit oprechte nieuwsgierigheid en interesse in andere mensen, denk ik dat dat iets is waar ik helemaal niet tegenop zie, in tegendeel. Wat ook vaak komt, dat belang van netwerken, het is ook al een paar keer aangehaald, events is the way to go. Dat klopt, maar er zijn online zeker alternatieven en andere mogelijkheden om te gaan netwerken. Randy heeft het ook al gezegd, LinkedIn is ook een fantastisch middel om dat te gaan doen. Een keer oprecht gaan zoeken. Als ik iemand tegenkom die interessant is, dan ga ik die eens opzoeken en dan zal ik die eventueel gaan toevoegen. Of als ik ergens interessante content zie, dan kan je die gerust eens gaan delen met iemand anders in jouw netwerk. Van, hey, ik denk dat dat misschien interessant kan zijn voor jou. En dat is iets anders dan gaan verkondigen. Hey, ik ben die persoon, laat ons connecteren. Nee, dat start voor mij uit die interesse in anderen. Absoluut, Eileen. Als ik misschien hier eventjes mag op inpikken. Ik neem de vraag misschien terug even op vanuit mijn perspectief. Ik had heel graag wat dieper ingezoomd eigenlijk op het aspect van oké, wat is het belang van netwerken? Daar spreek ik wat uit eigen ervaring. Ik heb eigenlijk wekelijks, dagelijks, heel wat interessante gesprekken met zowel aan de ene kant zaakvoerders en beslissingsnemers van bedrijven, groot en klein. Aan de andere kant, bijvoorbeeld onze kandidaten. Nu, heel vaak krijg ik de vraag van deze mensen van, ja, wat is de meerwaarde van ons bijvoorbeeld als recruteringskantoor? Nu, een antwoord die ik heel vaak geef, is eigenlijk ja, ons netwerk. En dat meen ik ook echt. Wat zou bijvoorbeeld het voordeel kunnen zijn van goede contacten te hebben met een recruteringskantoor? Of wat zou voor jullie, als externe stakeholder, wat zou voor jullie een motivatie kunnen zijn om contact te hebben met ons als een recruteringskantoor? Nu, daar kan ik ook gemakkelijk op antwoorden. Ik denk, als jouw motivatie is om
de juiste mensen, de juiste bedrijven te leren kennen, die passen bij je personal brand, ik kom er nog eventjes op terug, of bij jouw interesses, ja, dan kun je bij ons zeker aankloppen. Vind je het bijvoorbeeld moeilijker om op vandaag met de juiste mensen in contact te komen, omdat bijvoorbeeld alles ook virtueel gebeurt, dan kunnen we je ook op weg helpen. Wat dat ook niet heel belangrijk is, is dat wij als recruteringskantoor ook soms wel wat inside information kunnen meegeven. Soms iets ook gevoeligere informatie. Natuurlijk altijd met de goedkeuring van het bedrijf in kwestie. Maar dat zijn zaken die wij kunnen meegeven dat je niet onmiddellijk gaat kunnen terugvinden op een website of op de vacature aan zich. Dus dat wil ik jullie allen wel nog eventjes kort meegeven. Heel interessant. Netwerken helpt echt, denk ik dan. Het is heel relevant voor professionals. Ik denk dat we eigenlijk ook intrinsiek wel allemaal het belang snappen van netwerken. Maar de next stage is een beetje complexer. Waar start je? Hoe onderhoud je je netwerk? Hoe breed je die uit? Welke verschillende netwerkkanalen bestaan er? Misschien kort wat tips, Eline. Ik weet niet vanuit jouw expertise, ervaring... Ja, nee. Opnieuw, voor mij is dat iets dat je op je eigen tempo moet gaan opbouwen. Daar kom ik terug naar mijn intrinsieke motivatie. Dat is de driver voor mij. Ik zie iemand interessant. Is dat online? Dan denk ik oprecht, waar is die allemaal mee bezig? Dus dan ga ik die eens gaan opzoeken. Of als ik een interessant artikel zie, dan zal ik automatisch eens denken, hey, wie heeft dat gedeeld en waar is die nog mee bezig? Dat is een soort natuurlijke nieuwsgierigheid, laat ik het zo zeggen. Maar dan wel gekoppeld aan, hey, ik wil daar eigenlijk wel eens... mee babbelen of ik ga die gewoon eens toevoegen en die laten weten van hey, ik vond gewoon uw artikel super interessant, kunnen wij eens connecteren. En dan van daaruit heb je opnieuw iets extra in jouw netwerk. Dus voor mij is het gewoon vanuit dat begrip van ik wil wel snappen wie dat jij bent als persoon, dat ik die connectie ga maken. Het is ook een stukje gelinkt aan wat we nu doen bij Nexworks. Dus op dat vlak ben ik misschien ook wel wat biased ten opzichte van netwerken. Wij bouwen innovatieprogramma's, maar wij weten als een klant naar ons komt met een vraag, hebben wij niet noodzakelijk de antwoord zelf in-house. Dus wij gaan op zoek in ons netwerk naar wie die expertise heeft. Dus eigenlijk automatisch, van als ik iemand nieuw leer kennen, heb ik die goesting of die zin om die wat beter te leren kennen en om dat verhaal te snappen. En zelfs vanuit een professioneel achtergrond kan dat soms interessant blijken. Gewoon omdat the network always wins is een van die core principes en dan is het fijn om dat op continue basis wel verder te kunnen zetten. Voor mij is dat vooral ook, ik zeg het, die ingesteldheid. Ik wil begrijpen wie dat iemand anders is of als ik iets interessant tegenkom. En dat is het tweede luikje wat wel belangrijk is bij netwerken. Ik denk niet automatisch, waar is die persoon mee bezig, kan die mij verder helpen, maar vooral ook omgekeerd. Netwerken werkt in twee richtingen. Dus als ik iets interessants zie, en dat is ook een stukje dat onderhouden van dat netwerk, dan denk ik, ik ga dat eens bezorgen aan die persoon, want ik denk dat die dat misschien ook wel interessant kan vinden. En als je aan beide kanten op die manier één nieuwsgierig bent naar wie die anderen zijn, wie andere mensen kunnen zijn, waar zijn ze mee bezig, combineert met, ik zie hier iets interessants, voor wie kan dat relevant zijn? Dat je automatisch, organisch jouw netwerk wel kan doen groeien en onderhouden. Alright. Misschien nog een laatste tip hier rond? Ik ging net zeggen, ik wil gerust, maar ik denk dat er zeker anderen zijn die daar interessant zijn. Ik ben heel blij dat je zegt oprechte interesse. Want op LinkedIn bijvoorbeeld, er wordt steeds meer en meer geconnecteerd. Hè. Mensen voegen elkaar toe, maar er wordt heel zelden geconverseerd. En als ze converseren, zit altijd ik en nooit jij. En dat vind ik een heel belangrijke tip die ik wil meegeven to wrap it up, is als je mensen toevoegt, hoe kun je ze toevoegen op LinkedIn? In je tijdlijn, als je scrollt, zie je vaak interessante mensen die posten, die mensen zijn actief, hebben vaak een groter netwerk. Heel leuk om die mensen toe te voegen. In te haken op, Rendes, ik heb je laatste post gezien over ... Ik wil heel graag volgen. Wie weet kunnen we iets voor elkaar betekenen, groetjes. En de meeste mensen, wat doen ze als ze dan iets sturen? Ze praten heel veel over zichzelf. Ik ben Erendis. Ik heb dit gedaan. Ik. En ik heb zoiets van, geef eerst aandacht aan de anderen en dan kun je over jezelf babbelen. En dat is eigenlijk zo'n beetje de kracht van LinkedIn ook, in een nutshell. All right. Ik heb misschien nog een laatste vraag voor Matthias. Ik denk dat we dan eventjes toch ook het publiek, de vraag van het publiek willen bekijken. Matthias, er is altijd iets rond een sociale wenselijkheid bij netwerken, guidelines of do's of don'ts. Heb jij een laatste do en don't in het kader van netwerken?
Absoluut, Veronique. Absoluut. Bedankt dat je het vraagt. En inderdaad, om af te ronden, ik zou misschien eerst kort en krachtig beginnen met een don't, om dan positief te eindigen. Ik denk, een van de allerbelangrijkste zaken dat je niet moet doen, en het klinkt simpel, maar toch vinden veel mensen het altijd moeilijk, is zeg geen dingen die je niet kan waarmaken. Nee? En maak geen valse beloftes. Want op lange termijn komt dat toch terug naar u eigenlijk als een boemerang. Om dan positief te eindigen, en ik denk dat we nog een mooie slide hebben om dat ook eventjes te illustreren aan iedereen. Dat is een beetje een persoonlijk credo van mij geweest de afgelopen jaren, is van, kom uit je comfortzone. Hey, durf uit je comfortzone te komen. En zoals je kunt zien op de slide, eigenlijk dan nog liefst zo ver mogelijk. Want hoe verder dat je buiten die veilige zone gaat eigenlijk, hoe mooier dat de dingen zullen komen, of dingen die zullen voorvallen. Nu, het zal niet altijd roze geur en maneschijn zijn, zoals dat je ziet. Dat zal eerst met kleine stapjes zijn, en dan kom je ook in een bepaalde zone dat een beetje beangstigend is. Het is niet meer hetgeen wat je gewend bent. Wat ik daar als tip kan geven, probeer daar toch echt wel nog een stap in verder te zetten. En naarmate dat je eigenlijk jezelf gaat pushen, naarmate dat je eigenlijk verder zal gaan, zal je voor jezelf ook nieuwe doelen zetten. Je zult jezelf beter leren kennen. Je zult je personal brand leren ontdekken. Je zult nieuwe mensen leren kennen. Maar belangrijk is dat je er echt je tijd ook voor neemt. Iedereen zal dat ook doen op zijn eigen tempo. Voor de ene persoon zal dat bijvoorbeeld zijn van voor de eerste keer iets posten op LinkedIn. Voor de andere persoon, als ik nu kijk naar een kandidaat, zal dat misschien jouw cv of motivatiebrief sturen zijn naar het bedrijf van je dromen. Maar onthoud echt wel één ding, en daarmee wil ik afronden. Kom uit die comfortzone en start er gewoon mee. Dus heel veel geluk en succes daarmee, iedereen. Dit is een heel mooie afsluiter. Matthias, dank je wel. Caroline, ik geef jou misschien even het woord om de eerste vraag vanuit ons publiek te lanceren naar ons panel. Ik ga nog eventjes een opmerking maken. Er zijn een aantal vragen binnengekomen. Gaan ze jammer genoeg gezien de tijd niet meer allemaal kunnen beantwoorden. Dus nogmaals, ik heb de namen van de personen die de vraag hebben gesteld. We gaan privé dan zeker daarop terugkomen. Misschien een eerste vraag wel rond het personal branding verhaal, omdat mensen daar blijkbaar gezien de vragen wel mee aan de slag willen gaan. De vraag wordt gesteld van in welke mate kan je je personal brand laten analyseren of reviewen door iemand anders dan jezelf? Als ik daar even dan op mag inpikken... ik denk dat het wel mogelijk is om een keer af te toetsen. Ik geef die oefening soms mee aan mensen die zoiets hebben van ik wil werken aan mijn personal brand, ik wil dat gaan ontdekken. Ik wil eigenlijk vooral ook weten hoe dat anderen mij zien, hoe dat ik overkom. Dus ik zelf bijvoorbeeld ga dan wel online een keer gaan kijken wat vind ik allemaal over u en klopt dat plaatje. Anderzijds is het ook heel interessant om gewoon al een keer bij uw vrienden, uw familie, uw collega's, vorige werkgever bijvoorbeeld, bij de mensen van Robert Half, als je bijvoorbeeld op gesprek bent geweest, maakt niet uit, een aantal verschillende profielen, een keer vragen van, kijk, hoe ben ik bij jou overgekomen? Wat vond je sterk aan mij, of aan mijn verhaal? Wat vind jij dat misschien nog werkpunten zijn voor mij? En sta ook open voor die feedback, want op die manier krijg je eigenlijk een heel mooi beeld van hoe dan andere mensen jou zien. En besef je van, oké, daar schort er nog misschien iets aan mijn communicatie of aan mijn voorkomen. Waar kan ik bijsturen? Totdat ik echt wel dat beeld creëer dat ik wil dat mensen van mij hebben. Dankjewel, Phoebe. Nog een aanvulling van iemand anders? Of? Ik ga dan heel graag een tweede vraag lanceren ook. En ik ga er twee combineren. Dus er wordt eigenlijk een vraag gesteld van in welke mate is de content dat je shared, de informatie die je shared op sociale media, is daar een houdbaarheidsdatum voor? Dat je zegt van oké, informatie van 10, 15 jaar terug, is dat vandaag de dag nog relevant? Kan ik dat best verwijderen? Ja, dan nee. En dan, hoeveel tijd neemt het eigenlijk in beslag om je profiel up-to-date te houden en wat is return on investment? Zal ik antwoorden? Top Irendis, dank je. Dat zijn wel verschillende vragen natuurlijk. En met verschillende antwoorden, maar heel snel. In principe, uw werkervaring is een onderdeel van wie je bent. Dus op jouw LinkedIn-profiel is het zeker slim om die werkervaring in te vullen. Maar ik vind het wel belangrijk dat je uw recente werkervaring of die werkervaringen die voor jou relevant zijn vandaag, dat je die wat meer aandacht geeft. Dus meer tekst, meer inhoud, meer keywords.
op welke keywords wil je gevonden worden? Hè? Die keywords zet je in de kopregel, maar die zet je ook bij je work experience. Zodat als mensen zoeken via LinkedIn Search, dat ze ook bij jouw profiel terechtkomen. Dan de contentvraag, dacht ik. Ja, dus inderdaad. Hè, de tweede vraag was dan... eventjes er terug bij nemen. Ja, hoeveel tijd neemt het in beslag hè, om effectief dat up-to-date te houden? Hè? Is dat iets waar je heel veel tijd moet insteken? Want ja, brengt dit op, bij wijze van spreken? Want ik denk dat dat soms mensen wel afschrikt van... Kijk, een dag is al zo kort, het time management-wise. Hè, wat moet ik daarvoor in calculeren? Als we het puur hebben over een LinkedIn... Weet, hè, social media is meer dan LinkedIn, hè, maar laten we even focussen op LinkedIn. Dat neemt wel wat tijd in beslag in het begin. Als je al die secties wilt optimaliseren, alles wilt toevoegen. Toen ik daarmee ben begonnen, heel eerlijk, ik ben er echt een jaar mee bezig geweest. Maar natuurlijk niet een jaar aan een stuk, maar om de zoveel tijd voeg je stukjes toe. Ah ja, en dan doe ik eens dat. Rendeert het? Ja, absoluut. Want eenmaal je een personal brand online hebt, je hebt je fundamenten, dan is het alleen maar hier en daar aanpassingen doen en aanvullen. Dus in het begin, it takes a lot of time, maar op een gegeven moment komt je maintenance mode, voelt je ook sterker in je vel, en dan begint je andere dingen te doen, zoals netwerken en content delen, maar het is een groeiproces. It takes time. Maar de ROI is er. Ja, mag ik daar nog iets op aanvullen? Ja, graag. Ik ben ook heel veel bezig met content dan de pure posts en zo. Ik heb daar wel wat tijd voor nodig, maar je vindt op den duur ook een manier om dat efficiënt te gaan doen door eventueel met een schemaatje te gaan werken, dingen op voorhand te gaan schrijven, inplannen. Nog een keer geen must, maar wel een aanrader als je er echt wel mee bezig wil zijn. Op die paar jaar tijd, nu voor mij persoonlijk... Laat ons zeggen dat op het moment dat ik besefte, oké, ik moet iets veranderen, want mijn verhaal is niet meer helder, toen had ik ongeveer misschien 700 connecties op LinkedIn, wat al redelijk veel is. Maar ik ging ook veel gaan netwerken, voegde ook iedereen consequent toe. Maar dus, mijn aanwezigheid op LinkedIn was niet wat het nu is. We zijn nu ongeveer 3 jaar verder, of misschien 2 jaar, dat ik actief bezig ben met content delen op LinkedIn. Ik heb dat eigenlijk verdriedubbeld. En ik vraag ook altijd van, kijk, hoe ben je bij mij terechtgekomen? En de mensen die reageren, antwoorden altijd, ik heb jouw post gezien daarover, of ik heb op jouw profiel gezien dat je bezig bent met authentiek profileren, met personal branding, met netwerken. En dat is gewoon de reden waarom dat ik met jou wil connecteren. Dus dat zijn gewoon warme contacten. Mijn personal branding is voor mij eigenlijk mijn marketing en bijna salesstrategie. Maar dan heel authentiek en heel eigen aan mezelf. Dus het is inderdaad, de return is ongelooflijk als je er echt op inzet. Ja. Dankjewel, Phoebe. Veronique, gezien de timing, denk ik niet dat het... Ik denk dat we helaas ons webinar dienen af te sluiten. We kunnen nog uren praten over dit heel boeiende onderwerp. Phoebe, Erendis, Eline, Matthias, ik wil u alvast bedanken voor jullie verhelderende visies. Ik hoop dat we heel veel mensen hebben kunnen enthousiasmeren en inspireren rond deze topics, die soms ook niet zo tangible of eenvoudig uitvoerbaar zijn. Anderzijds hopen we ook dat met een aantal waardevolle tips jullie hier echt mee aan de slag kunnen en dat we jullie ook een gevoel van vertrouwen in jullie zelf hebben kunnen geven om jullie personal branding eigenlijk uit te werken, jullie op de markt te zetten vanuit jullie authenticiteit en ook met de nodige easiness enige vorm van gericht netwerken te doen. Caroline, zou je eventjes de contactgegevens kunnen delen? We hebben effectief niet alle vragen kunnen beantwoorden, maar op deze slide vinden jullie alvast onze gegevens en zo kunnen jullie rechtstreeks contact met ons opnemen via LinkedIn om jullie verder bij te staan in de materie. Misschien nog eventjes verduidelijken voor wat je bij wie precies terecht kan. Nee, samen met haar collega's bij Nextworks inspireert en connecteert Eline innovators over de hele wereld. Je mag gerust contact met haar opnemen als je innovatie wil gaan kickstarten binnen je bedrijf. Voor meer info en tips rond het gebruik van social media en LinkedIn kunnen jullie absoluut terecht bij Erendis Attes. En als personal branding specialist helpt Phoebe dus ondernemers en professionals, zowel in de groep als individueel, om zich online en offline authentiek te profileren. Ben je eigenlijk al in een stadium waarin je echt concreet een next step zoekt of je wenst carrièreadvies of inzichten over de jobmarkt, dan helpen we jullie heel graag verder vanuit Robert Half. Caroline, je ook heel erg bedankt voor de hele efficiënte technische coördinatie vandaag. Ook alle deelnemers wil ik graag bedanken voor jullie aanwezigheid.
Mijn advies is, durf uit de comfortzone te treden. En om misschien ook de wijze woorden van Erendis te citeren, als je je niet laat zien, ben je effectief gezien. We gaan hierbij ook nog een allerlaatste poll lanceren waar we willen polsen naar jullie gevoel bij dit webinar. Ook met het oog op toekomstige webinars. Dankjewel om deze ook nog snel even in te vullen voor jullie uitloggen. Ik heb er zelf alvast heel erg van genoten. Ik nodig jullie met heel veel enthousiasme uit op ons vierde webinar, waarin mijn collega Jeroen Deels jullie met zijn paneleden meer wil vertellen hoe je een goede indruk kan maken op een potentiële werkgever. Deze zal doorgaan op donderdag 25 februari, same setting, same time. In naam van Robert Half wens ik jullie opnieuw een heel succesvol en gezond 2021 toe. Tot snel!